Vind je het mooi? Ja. Vind je dat in je boek ook? Ja. Toch wel een paar puntjes aangekomen. Ja. Dit is de Ridderzaal. En de Ridderzaal bevolkt dus effectief tot het plek waar de recepties werden gegeven. Vrij groot, als je het mij vraagt. Je kunt er helemaal doorlopen. En hier was recentelijk nog een directeur zijn kantoor. Kantoor op zich, andere bankdirecteuren die hier ook hebben gewoond, want men woonde hier, die hebben gezinnen gewoond, die nou, dit als gebouw hadden. Maar dit is niet privé. Er is nog een ander deel, dat is echt een privé betrekt, het appartement van een directeur. Maar dit was door de jaren heen, ja, een ene directeur zegt van, oh, sorry, maar ik wil hier mijn leven gaan maken. Ja, het was een directeur, tuurlijk mocht hij dat dan doen. Zelfs dat kamertje hier, dat dan de bureau van de directeur ooit is geweest, dat is ooit ook een naaikamertje geweest. Gewoon door de jaren heen heeft iedereen een eigen invulling gegeven aan deze zaal. Als we hier gaan, iets op die ronde, te laten goed realiseren aan Van de Boerlaastraat en de Frankrijk. Dit is eigenlijk, was dit vroeger ook toegankelijk? Deze plek was helemaal toegankelijk. En moest je gewoon hier binnen en buiten gaan. Dan spreek ik in de 19e eeuw. In de 19e eeuw was het ook allemaal minder erg, maar minder erg gesteld mee om die bankovervallen in die zin dat dat hier zou kunnen gebeuren. Er is hier nooit een overval geweest. Nooit. Spreek ik heel oprechtelijk voor zo'n gevaar. Ik zou het al niet durven als je hier, dat voel je misschien wat anders, maar als je niet wegrijdt, dan raak je het gewoon weg. In de fiets zal het dan nog misschien een feest staan. Waar je de tralies net, waar je de speciale slotjes hebt. We gaan er gewoon rustig doorlopen, want nu gaan we een heel straat eigenlijk bewandelen. Ik zeg, wandel gewoon rustig mee en geef u over de kost.